De politieke partij Broederschap en Eenheid in de politiek BEP is gisteren gestart met de bouw van een eigen partijcentrum. Het pand komt aan de Evram Zegenweg in het resort Latour. Volgens ingewijden is de BEP genoodzaakt een andere plek te zoeken, omdat de huurder van het huidige partijcentrum op de hoek van de nu weer gevonden weg en de Indira Gandhiweg de locatie opeist. BEP-voorzitter Asabina zegt dat het opzetten van een eigen partijcentrum een lang gekoesterde wens is. Hij kijkt daarom reikhalsend uit naar het moment van ingebruikname. Het OC is niet vandaag ermee begonnen. Het is een lang gekoesterde wens die in vervulling gaat. Ik heb tijdens mijn spreekbeurt ook gememoreerd dat ten tijde van de ex-voorzitter die 25 jaar geleden heeft gegeven aan de partij, ja, dat we leefden met deze gedachten. En vanaf 2011 hebben we dit stuk terrein in ons bezit en vanaf dat moment zijn we bezig geweest om middelen te vergaren, ja, zodanig dat we dit moment meemaken, de start zijn van de bouw van ons centrum. Asabina zegt dat dit een teken is dat de BEP geen kleine partij is. Volgens hem zal het partijcentrum ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Wij willen hier gaan uitbreiden met sportfaciliteiten creëren. Maar u ziet dat we dik helemaal in een volksbuurt zijn, een kinderrijgebied. En wij willen de Surinamers in deze omgeving, die buurtbewoners, ook in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van de faciliteiten van het op te zetten centrum. Het bedrag is wel redelijk. Het valt wel mee, laat me zo zeggen, het valt wel mee. Kijk, een partijgebouw opzetten, als je een partijgebouw opzet beneden een half miljoen, dan is het toch redelijk. Dus het valt wel mee. Tot zover BEP-voorzitter Ronnie Asabina. Hij is heel blij met de start van de bouw van een eigen partijcentrum.